Mijn naam is Britt Ruijs, 26 jaar oud en finance trainee bij JAT, nu tweedejaars. En momenteel zit ik bij Heijmans op de sector vastgoed als sectorcontroller. Ik heb me bewust zelf opgegeven voor het traineeship, omdat ik zelf nog niet zo goed wist wat ik wilde doen, in welke richting. En dit traineeship biedt de mogelijkheid om dat te ontdekken. Het voordeel van het traineeship voor mij is dus echt, hoe ik het verwoord naar mijn familie en vrienden, eigenlijk een legaal job hoppen. Dus de mogelijkheid krijgen om diverse organisaties en dus ook wel diverse functies te kunnen doen en ervaren. Dit is mijn tweede opdracht bij Heijmans. Mijn eerste opdracht was bij Suikerunie. En daar zat ik meer in een positie als business controller en projectmanager. En nu zit ik echt in een reporting functie. Naast de persoonlijke ontwikkeling wordt er binnen JAT ook heel veel tijd en energie gestopt in de cursussen en trainingen, waardoor je je vak inhoudelijk ook beter kunt ontwikkelen. Zo heb ik zelf de Scrum cursus gedaan, die van Product Owner, maar ook die van Power BI, waardoor ik dashboards kon bouwen bij Suikerunie en me verder heb kunnen profileren binnen de organisatie. In de afgelopen 2 jaar mezelf enorm ontwikkeld, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk. Ik heb geleerd hoe ik met bepaalde situaties omga, met andere type collega's, hoe je die het beste kunt stimuleren om het resultaat te behalen. Dus dat is heel erg leuk om te zien. Maar voornamelijk tussen mijn opdrachten in was het mooi om te zien hoe medetrainees en sales consultants bereid zijn om hun netwerk in te zetten en aan te boren om jou te helpen in je zoektocht naar een vervolgopdracht. Ik zou het iedereen kunnen aanraden, vooral als je net zoals ik nog niet helemaal zeker weet wat je wilt. Of misschien weet je heel goed wat je wilt, maar niet in welke sector. Dan helpt JAT je daarbij om daar eigenlijk kennis en ervaringen op te doen. En daar de juiste keuze in te kunnen maken.